Hoi, ik ben Ellen. Manouk. En ik ben Jacqueline. Wij zijn BMX Holland en wij organiseren sinds 2011 elk jaar de UCI BMX Supercross World Cup op Papendal. Bij BMX is het gebruikelijk dat dames veel minder prijzengeld uitgekeerd krijgen dan hun mannelijke collega's. Dat vinden wij echt niet meer van deze tijd. Help jij ons mee om de dames op 8 mei hetzelfde prijzengeld te bieden als de heren? Hoi, ik ben Merle van Bentum. Ik zit in de nationale selectie BMX. En ik vind dat wij net zoveel prijsgeld moeten krijgen als de mannen. Wij trainen net zo hard ervoor. We hebben dus dezelfde blessures. We gaan door dezelfde moeilijke dingen als de mannen. En daarom verdienen wij net zoveel prijsgeld als de mannen. Hoi, ik ben Laura Smulders. Ik rij voor het TV BMX team. En ik zal ook aanwezig zijn in Papendal op de Wereldbeker. De derde stop dit jaar. We hopen samen met alle meiden dat we het voor elkaar kunnen krijgen om daar equal prize money te hebben, gelijk met de heren. We trainen er even hard voor, de show tijdens de wedstrijd is even mooi, dus ik hoop dat jullie het voor elkaar krijgen. Hey, my name is Caroline Buchanan, I ride for Australia. It'd be awesome with those top three of the UCI BMX Supercross Series to have equal prize money with the women. When Manchester did it last year, created huge press, there was lots of good feedback from it and it went viral. So get behind us girls, we'll put on a show and hope you can pull the cash.